Welkom terug en tof dat je weer kijkt naar de Wiskunde Academie. In de vorige video zijn we begonnen met centermaten, namelijk het gemiddelde. Maar we hebben ook gezegd dat naast de centermaat gemiddelde er nog een paar andere centermaten zijn. En in deze video gaan we het hebben over de modus en de mediaan. Wat zijn nu precies de modus en de mediaan? Nou, daarom starten we eerst met het volgende voorbeeld. De gemiddelde leeftijd van een groep van 6 personen is 18 jaar. Wat kun je nu zeggen over de mensen in deze groep? Kunnen we hier echt een uitspraak over doen? Nou, we kunnen waarschijnlijk al snel zeggen van, gemiddelde leeftijd is 18 jaar, dan zullen de meeste mensen wel rondom die 18 jaar zitten. Misschien eentje 18, misschien twee 18, misschien allemaal 18. En dat is misschien het eerste wat bij je opkomt. Maar waarschijnlijk zul je niet denken aan dat het misschien een groep is van allemaal hele jonge mensen met een hele oude persoon ertussen. En dat er dus echt een uitschieter is wat dus zorgt dat het gemiddelde heel erg omhoog gaat, maar eigenlijk helemaal niet representatief is voor deze groep getallen. Je kan hier bijvoorbeeld denken aan een opa met zijn kleinkinderen. En is in dit geval dus wel het gemiddelde een handig getal om deze groep getallen weer te geven? Niet echt. En vandaar dat we nog twee andere soorten centrummaten hebben. Maten om eigenlijk deze groep getallen weer te geven. En een daarvan is de mediaan en de andere is de modus. Nou, wat zijn nu precies de mediaan en de modus? Laten we starten met de mediaan. Wanneer je de waarnemingsgetallen op volgorde van grootte zet, dus van klein naar groot, dan is de mediaan het middelste waarnemingsgetal. Het middelste waarnemingsgetal? Maar ik zie 6 getallen. Wat is dan het middelste waarnemingsgetal? Ja, inderdaad. Als hier 5 hadden gestaan, dan had je gezegd, ja, het middelste, ja, dat is die 3. Dus inderdaad, bij 5 getallen, dan was 3 het middelste waarnemingsgetal. Maar nu staan er 6. Wat is dan het middelste waarnemingsgetal? Nou, in dat geval neem je het gemiddelde van de middelste 2. Dus de 3 en de 5. Het gemiddelde hiervan is 4. Dus in dit geval is de mediaan 4. En je ziet al, hier heb je al een veel betere indruk dat het veel lager is dan het gemiddelde van die 18. Een andere vorm van een centermaat is de modus. Nou, de modus is het waarnemingsgetal wat het meeste voorkomt. Nou, in dit geval zie je, die 3 komt het meeste voor, namelijk 2 keer. Dus de modus is 3. Het kan ook best zijn dat elk getal maar 1 keer voorkomt. In dat geval heb je dus ook geen modus. Of dat er bijvoorbeeld 2 getallen van 3 en 2 getallen van 5. Ook dan heb je geen modus. Dus een modus is echt als er 1 getal bovenuit springt. Dus meer is, meer keer voorkomt dan de andere getallen. Nog even samenvattend. Dus naast het gemiddelde zijn er nog twee andere centrummaten. Namelijk nadat je alle waarnemingsgetallen van naar grote rangschikt, is de mediaan het middelste waarnemingsgetal. Belangrijk, bij een oneven aantal is dat gewoon echt het middelste. Maar bij een even aantal, dan neem je het middelste of het gemiddelde van de middelste 2 getallen. En dan de modus. De modus is het waarnemingsgetal met de grootste frequentie. Nou, dit was even de video over centermaten. Wil je meer weten? Ga dan naar wiskundeacademie.nl of volg ons op Twitter en like us op Facebook. Tot in de volgende video.